They came for us. They invaded every part of our world. So, we did the only thing we could. We set the world on fire. Alright, Act 3, Chapter 7, Cold Steel. Story mission, hold both control points for 2 or more consecutive turns. Gabe en Sid mogen niet mee. En Reyna en Michaela moeten mee. Dat zijn dus niet de twee stevigste om mee te gaan. Dus we gaan Claire hier vervangen. Eens kijken bij Michaela wat dat zij op haar sniper zitten heeft. Wrapped barrel. Padded stock. Accuracy bonus. Zin om dat te wisselen met deze barrel. Damage gaat wel een pak naar beneden. Wel veel. Gewoon die extra action move kan wel van pas komen, zodat daarbij houden. Michael heeft niet echt probleem momenteel voor die extra actions. Die kan van pas komen voor de control. We hebben nog een support nodig. Hier. Aangezien dat Gabe niet mee kan. M of Annabelle. Hier, Annabelle, daar hebben we weer level 6 bij. Voilà, sniper, de scout. Ik ben niet zeker of we haar gaan meedoen of Jackie. We zullen Jackie meedoen hier. Hey, deploy. Het is wel een all-female team. Gabe has a plan to break into Ukon's base. But it's... Well, don't anybody cancel their life insurance. If we're gonna survive this, we need to armor our HQ vehicle up. Way up. Eén. Raid an armored vehicle depot. Twee. Settle in by the crates and pack up that steel. Okay. I've been scrapping my whole life. I don't need the tutorial. Hey, we're friends now. Eén kist. Remember? Twee kisten. Yeah, sorry. En een plek voor de sniper hierboven. Talk. Got it. Right here. Misschien dat we de heavy ook naar hier sturen dan. Alhoewel, de heavy die boven zit is ook echt wel een voordeel. On the move. Heavy on standby. Hop, hop, hop. Oké, okay, de heavy gaan naar rechts moeten afbuigen. Locust, hit him hard.
Gabe's big break-in idea. You think it'll work? Oh, his plans always work. That's not quite like he plans. Package secured! On the move. Okay. Okay, get ready to load up. Hop, hop. Okay, de heavy moet echt naar rechts. Mooi. Zeventig. Het change daar minder. Kunnen we maar proberen, hè. Give him hell. Get past me. Dat gaat pijn doen, jongen. Let's make it happen.
cheese. Yep. Hey. Give him hell. Ja, eraan. Hij heeft direct een heat-up gekregen ook. De explosive shot gaat niet zoveel extra doen. Had het geen proximity mine over. En hier blijven zitten, dat we anders geen moves genoeg hebben. Jij. Yeah. Hopeloos. Allee, teamwork. Waarom? Rip him apart. No mercy. Oh. My fast fingers, this. En die is weg. Yep, we're covered. Standing by. Gij die kant. Yep. Execution. Here we go. That one felt good. En die blijven hier wel zitten. Got us covered here. Je kan naar boven al laten bewegen. Alright. Het spel is precies lastig vandaag. Prepare to be impressed. Time for a reload. Een mooie interrupt. Ja, hebt u nog een beurt, hè? Nou, kan beter eens reload. Ah, twee snipers ook nog.
Okay. They won't get past me. En turn. Ze zien daar toch niet zitten. Oké, okay, supply. En de volgende ook normaal gezien. Hè. Mission complete. Dat was vrij eenvoudig. Het is wel grappig dat de cloakskin blijft gaan, ook al zitten ze in de auto. Epic precision scope. Gaat van pas komen. 10% accuracy. Oké, okay, Annabelle level up. Hebt nu diagnosis, die is wel beter. Caper heb jij eigenlijk van site. Het is wel pak beter. Nee. Een nieuwe skill tree. High powered shot. Distracting fire. Ik dacht dat we ook nieuwe kisten hadden. Untraceable. Die is wel vrij goed. Movement range en evasion. Lancer mod, hair trigger. Oké, okay, 15% kans om 2 keer te schieten. Act 3, chapter 8. Eerst weer een paar missies en dan is weer een story mission. We hebben een Wasteland Scavenger Run, Incursion, Sabotage en Rescue. We moeten weer 3 van de 4 doen. Maar dat is voor de volgende keer. Tot de volgende.